De EBS'ers zijn blij en de bond is blij. Woorden van bondsvoorzitter Steve Geerlings. Volgens hem hebben alle werknemers van het bedrijf afgelopen vrijdag de afgesproken lumpsum van 1250 SRD ontvangen. De voorzitter zegt niet nader in te willen gaan op de andere zaken, omdat de cao-onderhandelingen voor dit jaar reeds afgerond zijn. De nieuwe onderhandelingen voor 2017 starten later dit jaar, zegt Geerlings. Hoog op de agenda staat het bekijken van bepaalde artikelen in de cao. Voorts zal er naar de inflatie gekeken worden en daarna zal er over geldzaken gesproken worden, zegt de OWAS-voorzitter. Geerlings, die naar eigen zeggen op dit moment van een welverdiende vakantie geniet, wil niet ingaan op het gesprek dat het bondsbestuur heeft gehad met de president. Enige wat hij kwijt wil is dat zaken aan het staatshoofd zijn voorgelegd en die zal zelf beslissen wat hij verder doet. Belangrijk is dat alle EBS'ers nu tevreden hun werkzaamheden uitvoeren. In het eisend pakket was opgenomen dat de werknemers in oktober, november en december een duurtetoeslag van 1300 SRD moeten ontvangen. Ook was overeengekomen dat de ingangsdatum van de eerder vastgestelde loonsverhoging van 500 SRD per april 2017 zal ingaan. Voor januari tot en met maart 2017 zal er dus een maandelijkse duurtetoeslag van 500 SRD gelden. De kinderbijslag zou vanaf januari dit jaar van 80 SRD naar 100 SRD verhoogd worden. Geerlings wil niet tegenover onze nieuwsdienst bevestigen of ontkennen of deze zaken wel of niet zijn ingegaan.